gesprek zouden hebben vandaag met de heer Gerard van den Berg. Hij is de CEO, directeur van de Dokse Club. Van harte welkom. En u bent hier om te praten over de importstop op eieren. Of pluimvee, ja, vanuit de Europese Unie is dat. Ja, klopt, Gil. Goedemorgen. Dankjewel. Ik zal vertellen wat er aan de hand is. Nou heeft Nederland al jarenlang elk jaar vogelgriep. Maar oktober 2020 hadden we opnieuw vogelgriep in Nederland. En wij konden gewoon importeren tot en met de derde week 2020. Geen enkel probleem. Ondanks de vogelgriep worden er andere protocollen samengesteld, zodat export over de hele wereld nog plaatsvindt. Alleen in de derde week november 2020 werd het wat moeilijker. De veterinaire dienst wilde geen vergunning geven. En er is een gesprek geweest, zelfs met meneer Rozenblad, oud-CVO, als adviseur voor de minister en met de huidige veterinaire dienst. Nou, de eieren die dan onderweg waren, die mocht ik dan met Gods gratie importeren. Maar de laatste week november geen importvergunning meer. Ze zeggen alleen mogelijk onder strenge protocollen, maar die worden niet afgegeven. Toen ben ik doorgestuurd door de minister naar meneer Tjotkan. Dat zou de nieuwe CVO of directeur worden bij LVV. En we hebben erover gesproken. Ook hij had zijn beklag erover dat de huidige veterinaire dienst geen rekening hield met de ondernemers in Suriname. Hij zegt, maar ja, als ik directeur word, dan gaat er een hoop veranderen. En dan zou wel de importvergunning mogelijk zijn. Let wel, alles conform de OIE-regels. En wat ik eerder zei, al 12 jaar lang importeren wij broedeieren. Al 12 jaar lang is er elk jaar vogelgriep in Europa. En 12 jaar lang konden wij conform de OIE-regels gewoon de eieren importeren. Nou, de eieren die toen onderweg waren, die zijn aangekomen. Meneer Tjotkan was wel directeur, maar de huidige veterinaire dienst, het hoofd, zat er nog steeds. En die wilde niet wikken of wegen. Het heeft geresulteerd dat mijn eieren vernietigd werden. Gewoon goede eieren, gezonde eieren. En ik ging voor 15.000 euro het schip in. Ik moest nog even geduld hebben, want ook dat zou worden opgelost. Dus wij, alle stilte, we zijn niet naar de media gegaan, want er komt nog een oplossing. Er wordt 15 maart, is er inderdaad een wisseling. Ik heb begrepen, mevrouw Karrig is een andere functie gekregen. En ik denk, nou, dan krijg ik nu wel mijn vergunning. En er komt er ineens een stuk in de krant te staan in Star News, eigenlijk een beetje verontrustend, dat de vogelgriep ook over zou kunnen slaan van dier op mens. En het is gevaarlijk voor de hele industrie. En dat moeten we niet doen. Daarop heeft een wetenschapsjournalist een heel uitgebreid stuk geschreven. Dat heeft hier in de dagbladen gestaan. Ene meneer Sam Gerts. En een wetenschapsjournalist is een journalist die dingen schrijft en die haalt de informatie waar hij die vandaan heeft gehaald. Dus hij onderbouwt het. Ook hij zegt in dat stuk dat nu de huidige veterinaire officer houdt de grenzen gesloten voor alle pluimveeproducten uit heel Europa. Dat is vreemd, want tijdens de laatste Amerikaanse vogelgriepuitbraak in lente 2020 importeerde Suriname probleemlos alle broedeieren uit Amerika. En waarom van mij dan niet? Ik heb meneer Tjotkan gevraagd, waarom mogen wij geen broedeieren importeren en uit Amerika wel? Hij zegt, ja, dat is laag pathogene vogelgriep. Ik mail hem terug, ik zeg, nou, hier is het bewijs, het is hoog pathogene vogelgriep. Hij zegt, ja, maar in Amerika is er maar 1 bedrijf die besmet is. Dus ik weer terug, ja, maar in Nederland is de laatste is geweest in Sint-Oederode. En die is geruimd en nou is er niks meer in Nederland. Dus waarom nog steeds niet? Nou, hij wil niet meer praten, alleen met de advocaten erbij. Dus ja, er komt geen antwoord op. Dus ik geloof dat mijn weigering om mijn importvergunning te geven, daar zit meer achter. Het is niet alleen
voor de vogelgriep, want al 12 jaar lang. En de OIE-regels zijn heel duidelijk. De landen die besmet zijn met vogelgriep, die kunnen nog steeds de export hervatten, maar dan buiten de zone van 10 kilometer, waar de vogelgriep is. Anders zou een heel Europa plat liggen en niemand zou kip kunnen eten. Er is ook totaal geen bewijs gevonden dat er ooit mensen besmet zijn geraakt met het vogelgriepvirus na het eten van pluimveevlees. Heel gek genoeg is als je vlees eet wat vogelgriep besmet is, dan word je er niet ziek van. Mits het goed gekookt is. Hè. Je moet het niet rauw eten. De enige waar ze last van hebben gehad is de mensen die slachten kippen die met het vogelgriep hebben. En dan refereer ik weer naar Star News. Dan is het een beetje stemmingmakerij dat er wordt gezegd dat de gezondheidsorganisaties hebben aangegeven dat als er een mutatie is, dat kan leiden van mens tot mens vanwege de vogelgriep. En dat is juist iets wat niet waar is. He, ze zijn er misschien wel eens bang voor geweest, maar het is al lang achterhaald. Dus als meneer Tjotkan die wil nu wachten dat het land de status vogelgriep vrij heeft gekregen, dat krijg je volgens de OIE 3 maanden na de laatste uitbraak. Maar het mogen duidelijk zijn, in februari was er een uitbraak. Die is gelijk geruimd. Alle omliggende bedrijven zijn getest en die zijn negatief getest. Dat vermeldt hij niet, maar het staat wel duidelijk op de website. En dan zeggen ze in Nederland, meneer Tjotkan zegt, ja, het is heel groot dat we het krijgen. En in Nederland zeggen ze juist, het is niet heel groot omdat het hoogpathogene vogelgriep is. Sindsdien, na februari, zijn er geen nieuwe besmettingen weer geweest. Kan gebeuren dat er volgende week er weer een is. Maar het kan ook gebeuren dat er volgende week in Amerika een besmetting is. Want dat was het afgelopen jaar ook. Wat gaan we dan met z'n allen eten? Pampoen? Stoppen we dan met kip eten? Of gelden er dan andere regels voor de import van kip? Nou zeggen ze ook, dat is Nancy Berens van de Wageningen Universiteit, de persoon in Nederland die alles weet van vogelgriep. Ze zegt besmette kippen uitbroeden kan helemaal niet. Dat is onmogelijk. Want het virus vermenigvuldigt zich ook op de eieren. Dus die eieren komen nooit uit. Dus je kan nooit een besmette kip kuiken hier in Suriname rond laten lopen. Het is onmogelijk. En toch krijg ik het maar niet voor mekaar om broedeieren te importeren. Op dit moment liggen we al 5 maanden stil. We hebben een hoop mensen in dienst. Ons voer is om onredelijke en onduidelijke manieren, hebben ze dat 3 weken vastgehouden op de haven. Terwijl er een groot tekort aan voer was, lag er bij ons 200 ton op de haven die ik niet vrij kreeg. En na 3 weken, zonder extra documenten, zonder iets, werd het ineens vrijgegeven. De kipschaarste gaat zonder meer komen. Er komt een tekort. Wij deden tussen de 50.000 en 60.000 kuikens per week. En die vallen nu weg. Wij hebben aan de president gevraagd voor een onderhoud. Via zijn secretariaat. Elke keer krijgen wij de melding. Het wordt gepland. Dus eigenlijk zou ik ook met deze willen vragen. President, wanneer heeft u tijd voor mij dat we hier doorheen kunnen gaan? Want het allervreemde is dat zelfs het LVV te kennen heb gegeven waar anderen bij waren, dat de stopzetting kwam in opdracht van u. Ik vind het hoogst merkwaardig. Ik wil dat ook niet geloven. Maar daarvoor zou een gesprek zou ik erg graag willen. Dus als mogelijk is, wilt u mij uitnodigen. Er is geen contact meer met LVV op dit moment, tussen u en LVV over deze kwestie? Nou, ik moet u zeggen, ik kom elke week bij LVV omdat ik in de commissie zit voor voertekort. Ik heb nooit mijn privéprobleem in de commissie besproken, omdat ik dat niet netjes vind. Dus ik heb wel vaak contact gehad met de minister, maar niet over dit probleem. Ja, want we hebben dus onze nieuwsdienst heeft ook contact gehad met LVV omtrent dit probleem. En u had het over de eieren die waren vernietigd. Dat was in welke maand? Vorig jaar?
Ik denk dat dat nog december was. Ja, het zou best kunnen, ja. Maar zij geven aan dat u geen importvergunning had aangevraagd. Nou, en dat dat dus tegen de regels was. Ja, kijk, het zit iets anders. De minister heeft mij doorverwezen naar meneer Tjotkan, die toen nog hoofd was bij de visindustrie. En hij zou in dienst worden genomen bij LVV. Toen heb ik daar afgesproken, nou, als jullie nu weten wanneer de plekken worden opgevuld, ook door meneer Tjotkan, dan kan ik van tevoren de eieren bestellen, want we hebben 3 weken is het onderweg. 2 weken met de boot en 1 week moet ik van tevoren bestellen. Dan loop ik niet nog een keer 3 weken achter. Dus toen zijn de eieren besteld en dan weet meneer Tjotkan af. En meneer Tjotkan raadde nog aan, hij zegt hou een zonnebree van 30 kilometer in plaats van de wettelijke 10 kilometer. Hij zegt, want er komt toch al gezeur van. En dat hebben wij gedaan. Dus wij hadden geen toestemming van hoofdveterinaire dienst. Maar onder ons gezegd hadden wij natuurlijk wel erover gesproken. En men wist dat we ze gingen bestellen. Ja, want zij geven aan dat u eigenlijk via uw connecties uw zin wil krijgen. En de autoriteiten wil dwingen om tegen geldende regels te handelen. Nee, hoe zeker niet. Reageert u daarop? Nee, zeker niet. Niet tegen de regels. Kijk, de afgelopen 12 jaar, wat ik u zei, is er elk jaar vogelgriep geweest. En de OIE-regels die zijn heel duidelijk. Het land waar vogelgriep hebt, is verboden om eieren te exporteren die in de straal liggen van 10 kilometer waar de besmetting heeft plaatsgevonden. Dus ze mogen buiten die 10 kilometer, en dat gebeurt ook. Hè, die worden geëxporteerd over de hele wereld. Dus ik wil zeker niet tegen de regels, alle veiligheid. Maar meneer Rozenblad heeft in de afgelopen 12 jaar is er nog nooit eieren geweigerd. Wel met strenge protocollen. Maar nu hebben ze een heel continent afgesloten. Ik wil de eieren hebben uit Portugal, waar geen vogelgriep is. En dat wordt geweigerd. Ja. De vraag is ook, er is een gesprek geweest met u en Hillis, heb ik begrepen. En dat Hillis op een gegeven moment is uitgeweken naar de Verenigde Staten. Want zoals u dat hebt aangegeven, er is daar, het gaat om 1 bedrijf dat daar geïnfecteerd zou zijn, 1 hok. Dus daar is het risico niet zo hoog. Terwijl vanuit Europa wel is aangegeven door verschillende sites dat het risico hoog is. Ook met het oog op de coronapandemie is men dus extra voorzichtig, zegt men. Omdat dat ook zou zijn ontstaan vanuit dieren. Dus hoe reageert u daarop? Hoe gaat u daarmee om? Nou, en waarom kiest u niet voor de Verenigde Staten? Nou, moet u zeggen, er is geen gesprek heeft plaatsgevonden tussen mij en Hillis. Wij hebben wel geprobeerd uit Amerika eieren te halen. Op dit moment hebben wij een mail gekregen dat tot en met mei is er geen ruimte om extra eieren te leveren. Dus wij konden geen eieren krijgen. Wij hadden een overeenkomst in Brazilië. En afgelopen week heeft de overheid vanwege het COVID-systeem alle vluchten naar Brazilië geschrapt. Dus ook daar kunnen we geen eieren vandaan halen. U zegt, ja, er is maar 1 farm was er besmet in Amerika. Dat klopt ook. Maar dat wil zeggen dat het land ook niet de status vogelgriep vrij heeft. Ook dat duurt wettelijk 3 maanden. Tenzij je naar de omgeving gaat kijken, volgens de OIE, dan moet je niet een land zeg maar zeggen, het is besmet, maar dan de omgeving. En dat heeft dokter Rozenblad altijd gedaan. En de huidige veterinaire dienst, die sluit gewoon heel Europa af. Ja, omdat zij aangeven dat Nederland via alle officiële media eigenlijk heeft aangegeven dat er een uitbraak is geweest. Kort geleden ook nog van vogelgriep. En dat landen die importeren, dat doen op eigen risico. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, maar dat is in Amerika. Dat is in Amerika ook. Kijk, op het moment als een land besmet is met vogelgriep, zoals in Amerika, dan krijgen ze volgens de OIE de status besmet. En die gaat pas weg 3 maanden nadat de laatste farm is geruimd. 3 maanden. Maar dat wil niet zeggen, als er daar vogelgriep is, dat 50 kilometer verderop vogelgriep is, dan kijk je naar de omgeving. Dus wat de LVV nu doet, naar kijken naar omgeving in Amerika, dat moeten ze ook doen, kijken in Europa. Er is op dit moment geen vogelgriep meer in Nederland. Alles is geruimd. Het is schoon.
Maar de titel vogelgriepvrij krijgen ze pas 3 maanden daarna. Maar er is op dit moment geen vogelgriep meer in Nederland. Dus zij geven dus aan, we hebben een gesprek met ze gaat naar aanleiding van... en zij geven dus aan dat het hoofddoel is de epidemiologische status van het land. Die willen ze dus veiligstellen, zeg maar. Vooral met het zicht op corona. Kunt u dat begrijpen? Tuurlijk, ik begrijp dat helemaal. Ik moet me alleen afvragen, is dit nou de echte reden dat men niet wil importeren? Want afgelopen nogmaals 12 jaar wel. En nu niet. En als ik dan hoor dat het een opdracht is van de president, wat ik niet wil geloven. Wat is nou de reden dat men mij tegenhoudt? Zelfs dokter Rozenblad, die als adviseur heeft opgetreden voor de minister, die heeft gezegd, wat doen jullie nou? Dat moeten jullie niet doen. Nou, en hij heeft er toch wel verstand van. Dus als we dan de stukken lezen van de wetenschapsjournalist, wat in de krant heb gestaan, is gewoon LVV niet integer bezig. Ze zoeken een stok om de hond te slaan om mijn bedrijf plat te liggen. Waarom wordt mijn voer drie weken lang aan de kade gehouden? Ja, het kan besmet zijn. Voer kan niet besmet zijn. Het kan niet. Er zit geen leven in. Het is dood. Oké, we hebben het op den duur wel gekregen. Maar wat is er aan de hand? Waarom nu geen broedeieren? Ja. En nogmaals, men moet heel consequent zijn. Als Nederland besmet is met het virus, hoogpathogene virus, en het is morgen in Amerika, wat zomaar kan gebeuren, dan stoppen we daar ook. Of gelden er dan andere regels? Of gaan we dan met z'n allen pampoen eten? Ja. Er is iets aan de hand. Het leek wel of er afspraken zijn gemaakt met de wisseling van de wacht. Ik kom er gewoon niet doorheen. Zelfs dokter Rozenblad, die heeft aangeraden, dit kan niet, dit moeten jullie niet doen, dit is niet reëel. Er was geen doorkomen aan. En de minister weet het. Goed. Het is ons dus niet gelukt om iemand ook hier te krijgen vanuit LVV om hierop te reageren, maar ik heb begrepen dat onze nieuwsdienst later dus ook wel een reactie op hetgeen u heeft aangehaald hier op zal vragen. We gaan dit afronden, want we hebben nog andere gasten, meneer Van den Berg. Is er tot slot nog iets dat u wil aangeven? Ik hoop gewoon heel snel een gesprek met de president. Goed. Ik weet zeker dat hij het heeft gehoord. En we hopen dat we u dan naderhand ook weer kunnen ontvangen als er weer iets anders wordt besloten.